Hier in dit kamertje tekent Laura 8 uur per dag. En met succes. Ik heb nu, even kijken, 998.288 volgers. Dus bijna 1 miljoen. Het is leuk en het is business. Bedrijven leren haar kennen via Instagram en geven opdrachten of sponsoren haar. Dan sponsort een bedrijf die sponsort bijvoorbeeld een trui of zo. En dan willen ze dat ik die graag teken. En daar krijg ik dan voor betaald of ik krijg producten in ruil. Dus, ja. Ze tekent vaak zichzelf, het liefst in telkens andere kleren. Dit is dan eentje van een jaar geleden ongeveer. Maar ook andere vrouwen en meisjes. Schattig, zeg ik. Het contrast tussen het stoere en het hele schattige. En dat juist combineren, dat vind ik wel. Dat vind ik het leukste. Dus vandaar. En ze is eigenlijk meer een soort van superheld. Ze heeft een honkbalknuppel en ze heeft kleine bommetjes die ze daarmee afschiet. Ze is best wel stoer. Er zit wel een feministische ondertoon in mijn werk, denk ik. Ja, dus oncharmante powervrouwen misschien. Dat denk ik dat een goede omschrijving zou zijn, ja. Laura had een moeilijke jeugd, omdat ze autistisch is. En haar begeleider had dit succes niet voorzien. Die zei dat ik waarschijnlijk nooit uit de zorg zou gaan. Dat ik waarschijnlijk nooit op mezelf zou wonen. Dat ik waarschijnlijk nooit een baan zou hebben. Dat ik altijd dagbesteding zou hebben. En nu heb ik een eigen bedrijf en loopt het heel erg goed. En woon ik op mezelf. En ja, heb ik eigenlijk alles waar ik van had kunnen hopen, zeg maar. Ik geniet van wat ik nou kan doen. En geniet van het feit dat ik nou mijn eigen werk kan maken en daarmee rond kan komen. Dat is de droom voor heel veel mensen, denk ik.